Nou, mijn verhaal gaat eigenlijk over ontdek je passie en kies je toekomst. En passie is eigenlijk een heel groot woord, maar het betekent gewoon, vind uit wat je leuk vindt, vind uit waar je lol aan hebt en zoek dan een toekomst waar je dat inderdaad kan gaan doen. Nou, het is misschien goed voor jullie om even na te denken bij jezelf, wat is nou belangrijk voor je in de toekomst? Wie wil er later heel veel geld verdienen? Nou, prachtig. Ik wens je veel succes en als dat je doel is, dan zal het je dat zeker lukken. Wie wil later beroemd worden? Ook een aantal mensen. Ik hoop dat veel mensen kunnen genieten van de dingen die je kan doen, zoals we net hebben gezien. En die man met de gitaar die geweldige liedjes heeft gebracht. En wie wil later veel invloed hebben? Bijvoorbeeld in de televisie of in de politiek of in het bedrijfsleven. Fantastisch. En vooral als je die invloed positief gaat aanwenden. En wie wil in ieder geval later werk doen dat hij met plezier doet? Ik hoop dat iedereen dat wil doen. Nou, hangt er heel veel af of je daar terecht komt van de keuzes die je nu maakt. Er zijn mensen bij jullie die binnenkort al moeten kiezen wat voor een profiel ze gaan doen in de school. Of welke richting ze ingaan op een VMBO. Of wat je gaat doen na je eindexamen, welke studie je gaat kiezen. En er zijn mensen die gaan studeren. En binnen in de eerste jaar zijn er al 30% die uitvallen omdat ze verkeerd hebben gekozen. En er zijn er veel bij die dan iets anders kiezen. En er zijn ook mensen die zeggen, nou dan hou ik maar op. Er zijn ook veel mensen die eigenlijk beroepen kiezen of werk kiezen waar ze uiteindelijk niet erg blij van zijn. In Duitsland zijn ongeveer 13% van de mensen blij met het werk dat ze doen. En in Nederland zijn dat er gelukkig meer. Bij Nederland is dat ongeveer de helft. Maar de andere helft is nog niet echt blij met het werk dat ze doen. Ik heb behoorlijk wat verkeerde keuzes gemaakt. Een tijdje geleden stond er in de Telegraaf een artikel van mij. En daar stond boven, ik ben goed in verkeerd kiezen. En dat begon eigenlijk al toen ik na school mijn studie koos. Want ik had op mijn 15 een droom. Ik wilde meewerken om de wereld beter te maken. In de woorden van het lied van Michael Jackson, heal the world, make it a better place. For you, and for me, and for the entire human race. Dus dat was mijn doel. En toen ik klaar was met school, en toen dacht ik, nou, ik wil bij Philips gaan werken. Want Philips is het bedrijf dat groot is gemaakt door mijn grootvader, en waar mijn vader Frits zijn hele leven heeft gewerkt. Dus, en ik dacht, als je bij Philips wil, moet je ingenieur worden. Dus ik ging naar Delft, en ik koos voor natuurkunde, want ik had een hele leuke natuurkunde leren. Maar het duurde mij niet al te lang voordat ik erachter kwam dat hoe elektriciteit door een draad stroomt bijvoorbeeld, dat me dat heel weinig interesseerde. Of waarom water kookt bij 100 graden. Ik kon me eigenlijk worst wezen. Want ik was veel meer geïnteresseerd in mensen en ideeën dan in dat soort natuurkundige principes. En toen ben ik opgehouden met mijn studie en toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. En daar kon ik inderdaad werken om op mijn manier mee te helpen om een betere wereld te maken. Onder andere had ik een hele mooie tijd in het land Kenia. Daar hadden mensen een film gemaakt die heette Freedom. En die liet zien hoe je op vreedzame wijze tot onafhankelijkheid kon komen. En vooral dat er geen strijd was tussen de verschillende politieke partijen en de verschillende stammen die daar waren. En daar kon ik inderdaad aan bijdragen door met een Land Rover door het land te rijden. Met een filmunit erbij, daar de films te vertonen in marktplaatsen en op voetbal, in voetbalstadions en dergelijke. Nou, ik werkte 12 jaar als vrijwilliger. En toen waren er zoveel vrijwilligers dat ik dacht, nou nu kan ik wel weg. En toen dacht ik, nou laat ik dan toch maar teruggaan bij Philips. Dus ik ging bij Philips werken. En na enige tijd kreeg ik een baan als manager. En wat ik toen niet wist, maar nu wel, is dat ik ben in feite geen manager. Ik vind het leuker om dingen zelf te doen dan om andere mensen te vertellen wat ze moeten doen.
En het bleek ook dat ik moest daar bezig zijn met begrotingen en met strategische plannen en met telefooncentrales. En dat waren eigenlijk allemaal ook weer onderwerpen die me niet boeiden. Dus ik leerde dat het belangrijk is om te weten wat zijn nou de dingen die echt interessant voor je zijn. Nou, ik kwam toen een man tegen, die heette Art Miller. En die vertelde mij, als je werkelijk wil weten waar je in de toekomst plezier van zal hebben, waar je lol aan zal hebben, dan moet je kijken naar de dingen die je met plezier hebt gedaan. En dan kan je daar uithalen de, eigenlijk wat wij noemen een motivatiekompas. Dus de alle dingen die voor jou belangrijk zijn. En toen merkte ik, toen ik terugkeek, begreep ik dus ook waarom ik vrijwilliger had willen worden. En waarom ik dat idee had om bij Philips te gaan werken. Maar ik begrijp ook waarom werken met een onderwerp dat me niet boeide, vervelend voor me was. En ook te zijn in een functie, dus de werkverhouding als manager, die niet bij me paste. En dat je daar dus behoorlijk gefrustreerd door kan raken. En dat was bij mij inderdaad het geval, want ik heb ongeveer 15 jaar bij Philips gewerkt. En het grootste deel van de tijd was ik dan niet blij. Ik raakte er zelfs behoorlijk ongelukkig van. En ik kan niet het bedrijf de schuld geven, maar het was mijn keuze om daar te gaan werken en om het werk te accepteren dat mij daar werd aangeboden. Uiteindelijk was het zelfs zo dat het feit dat ik ongelukkig was in mijn werk ook uitstraalde op een gezin thuis. En dat het in feite ertoe leidde dat mijn vrouw en ik uit elkaar gingen. Dus een hele zware prijs om te betalen als je werk gaat doen dat niet bij je past. Nou, hoe kan je dat dus wel gaan doen? Hoe kan je erachter komen wat echt bij je past? En het beste is dus om inderdaad te kijken naar alle dingen in je leven die je tot nu toe hebt gedaan, die je met plezier hebt gedaan en waar je zelf tevreden over bent geweest. En dat je die gaat analyseren. Het helpt om er met iemand anders over te praten. Om proberen zoveel mogelijk details te krijgen. En om er dan inderdaad te ontdekken welke vaardigheden gebruik ik graag. Onder wat voor omstandigheden functioneer ik goed. Met welke onderwerpen ben ik dan bezig en welke plaats neem ik in. En vooral, wat geeft me dan uiteindelijk voldoening als ik dingen doe die me voldoening geven. Kijk naar wat jij leuk hebt gevonden. Wat jij leuk hebt gevonden om te doen. En dat kunnen dingen zijn zoals een kippenhok bouwen of een boshut bouwen. Een maaltijd koken. Een website bouwen. Enfin, alles waar je zelf actief bent geweest en waar je iets hebt gedaan waarvan je zegt dat was leuk. Je kan je misschien afvragen, wat kan je nou inderdaad uit een jeugdactiviteit dingen halen die echt belangrijk voor je zijn. En ik denk aan een man die heet Walter. En die speelde toen hij op school zat met zijn vriendjes heel vaak het spel Risk. En bij Risk heb je strategie nodig. En hij kwam er dus achter dat werken met strategie belangrijk voor hem was. En toen hij dit ontdekte, werkte hij bij een groot bedrijf en dan werkte hij in de verkoop. En hij deed het heel goed, hij haalde altijd zijn targets, maar hij vond het niet leuk. En toen heeft hij geprobeerd om bij de marketingafdeling te komen waar ze wel met strategie werkten. En, maar zijn baas wilde hem niet laten gaan, want hij was veel te goed in de verkoop. Maar in ieder geval, hij zei, nou als je me dat niet laat doen, dan ga ik ergens anders kijken. En nu werkt hij als stratege bij een van onze grote banken. Dus je kan, als je eenmaal weet hoe je motivatiekompas is, dan kan je dat vergelijken met een studie of met een beroep, om te kijken, zou dat nou bij me passen of zou dat niet bij me passen. En dan kan je zien dat het stuk B, dat past dus bij elkaar. Het stuk A, dat zijn dingen die je minder leuk vindt, waar je niet toe gemotiveerd bent, misschien ook heel moeilijk vindt. En het stuk C kunnen dingen zijn die je graag doet, maar waar je geen ruimte voor hebt in je werk. Bijvoorbeeld sport of muziek maken voor sommige mensen die daar niet professioneel mee om kunnen gaan. Of kunstvoorwerpen maken, dat soort dingen. Nou, als je eenmaal dit soort dingen weet, dan kan je dus jezelf vergelijken met verschillende beroepen. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar een tandarts, dat is dus iemand die werkt met zijn handen en met instrumenten en die hoofdzakelijk binnenwerkt. En zo kun je nog andere dingen over een tandarts bedenken. En dan kan je kijken, en hoe zou dat nou passen bij mijn motivatiekompas?
En op dezelfde manier kan je kijken naar iemand die zonnepanelen installeert. Die werkt ook met zijn handen, maar met grotere dingen en met gereedschap. En die is veel buiten. Zou dat een beroep zijn dat bij me zou passen? Een wetenschapper werkt dus hoofdzakelijk met zijn hoofd. En die is bezig met dingen te ontdekken en te onderzoeken. En een personeelschef werkt dus vooral met mensen, net zoals een docent of iemand die in de zorg werkt. Dus op die manier kan je naar beroepen kijken en het vergelijken met je motivatiekompas om te kijken of zou dat nou nuttig voor me zijn. Een ander ding wat belangrijk is, is om je af te vragen, ben je nou vooral een doener of ben je vooral een denker of misschien ben je wel allebei. Als ik terugkijk, dan zou een hbo-opleiding voor mij eigenlijk veel beter zijn dan een universitaire opleiding. Want ik vind het leuk om dingen te doen. Ik vond het heel leuk om mee te werken met de pizza-workshop, waar we gewoon lekkere dingen konden doen. Nou is er nog een ander ding, en dat is, hoe kan je leren weer leuk maken? Nou, vaak zijn er dus onderwerpen die je moet leren, die je misschien niet leuk vindt, of er is een leraar die je niet leuk vindt. En we hebben al van Marjelle gehoord hoe je inderdaad zelf initiatieven kan nemen om met je leraar samen te kijken van hoe kan ik de lessen leuker maken. Maar het is ook heel belangrijk om je af te vragen, want als kind vond je het leuk om te leren, waarschijnlijk wel. Wie vond het leuk om dingen te leren toen ze echt klein waren? Eigenlijk iedereen. Je wou leren lopen en je wou leren praten en je wou leren fietsen en voetballen. Dus al die dingen wil. En op een gegeven moment zijn er dingen gebeurd, en dat hebben we ook al van iemand gehoord, waardoor het leren minder leuk is geworden. Omdat je dingen wou leren die je niet interessant vindt, omdat je op een bepaalde manier moest leren die niet bij je paste. Maar je kan dus ook nog een keer terugkijken naar de manier van hoe leerde ik nou eigenlijk toen ik leren leuk vond. En kan ik diezelfde manier proberen toe te passen in het leren dat ik nu doe. Mijn jongste zoon die bleef zitten in de brugklas. En hij zat daar op een school waar je hoofdzakelijk de dingen leerde uit je leerboeken. En toen is hij naar een andere school gegaan, gelukkig. En daar werd gewerkt met groepjes leerlingen die samen de leerstof besproken. En op die manier de dingen leerden door er met elkaar over te praten. En toen ging het ineens zonder probleem, ging die door in die school. Dus als je er zelf achter kan komen, wat leuk is. En erachter komen wat leuk is, dat kan je niet verwachten van je ouders. En je kan het ook niet verwachten van je docenten. Maar je kan het zelf uitvinden door te kijken naar hoe was jouw manier van leren leuk. Ik denk ook aan een jongen die Maarten heette. En Maarten bleef zitten in 4 jaar HAVO. En zijn moeder zei nou, ik denk dat ik hem maar van school haal. Want dan weet hij tenminste dat je zonder diploma niet ver komt. En ik vroeg aan Maarten, Maarten vertel nou eens, wat heb jij nou leuk gevonden tot nu toe in je leven? En er waren 3 dingen die eruit sprongen. Dat was dat hij het leuk vond om fossielen te zoeken. Hij was in de vakantie had hij zijn ouders ertoe gekregen om naar de slagvelden te gaan in Normandië. Dat is waar de Amerikanen zijn geland in de Tweede Wereldoorlog en waar echt een heel stuk geschiedenis ligt. En het enige wat hij leuk had gevonden in de 4e klas was zijn werkstuk geschiedenis. Dus ik zei, Maarten, laten we nou eens kijken wat je kan worden later als dit jouw belangstelling heeft. En toen kwamen we op beroep als archeoloog en historicus. En toen zei hij, shit, zei hij, ze allemaal universitaire opleidingen. Dan zou ik nog 4 jaar op school moeten zitten. 4 en 5 HAVO en dan 5 en 6 VWO. Maar hij ging er met zijn decaan over praten. Die zei, nou, je kan ook 4 en 5 HAVO doen, dan naar een HBO en dan eventueel door naar een universiteit als je dat zou willen. Nou, Maarten ging terug naar school. In de vakantie was hij alweer bezig met zijn werkstuk geschiedenis. En zonder problemen maakte hij 4 en 5 HAVO af. Dus als je eenmaal weet wat je doel is en je kan erachter komen wat je interesseert, dan helpt dat je ook met alle andere dingen. Dus eigenlijk waar het om gaat is, probeer erachter te komen in welk beroep je uiteindelijk zoveel mogelijk van die elementen die in je motivatiekompas zitten, kan toepassen, kan gebruiken. Waar je echt het beste uit jezelf kunt halen. Waar je je doelen kunt bereiken.
En als je dat doet, dan zul je ook je doelen bereiken. En dat wens ik jullie allemaal toe.